De situatie in de westelijke gelegen gemeenschap Wageningen is nog niet opgelost. De ATV-redactie nam wederom polshoogte om na te gaan hoe de situatie er nu eruit ziet. Het begon met een kijkje bij OS1 Wageningen en daarna richting het Petronella ziekenhuis van Wageningen. Aan de hand van de zware rookontwikkeling die zich al weken voordoet in Wageningen, waar de gezondheid van de plaatselijke gemeenschap achteruit ging, nam de redactie een kijkje in het Petronella ziekenhuis van Wageningen. Daar werd gesproken met enkele bezoekers die voor medische hulp er naartoe gingen en alles behalve blij waren met de huidige situatie. Die ziet er niet zo best uit. Nee, ik voel me helemaal down, want ik kon de hele avond niet slapen. Vanwege die rooksituatie in Wageningen. We zijn het al zat, we zijn het al beu. Ik ben een van de ouderlingen van Wageningen. En je ziet dat het helemaal niet gaat. We zijn dit soort dingen op Wageningen niet gewoon. Wat gebeurt er? En niemand die opkomt. We hebben een regering hier die helemaal niet... Hij maakt zich niet druk om de Wageningers. Wat gebeurt er? It's all of the best, because the smoke is for you. Sometimes you can see Bierman also. Yes, you can see Bierman also. Strati, so they can knock an arm. Right and knock Trasuma. Het gaat echt niet goed hier in Wageningen. We hebben heel veel last van die rookontwikkeling. Gisteren bijvoorbeeld. En hij is een man die kwaadaardig is. Dus hij heeft heel veel last van dat ding. Dus je bent gewoon genoodzaakt. Je kan 's morgens niet vroeg van je bed om naar beneden te komen. Je moet hooguit wachten tot 10:30, 11:00 voordat die rookontwikkeling weggaat. Dus ik vind het echt, ik weet het niet hoor. Ik vind het triest. Ik vind van een oplossing is er. Waarom maakt men het niet van bovenuit? Dus waarom dooft men het vuur niet van bovenuit? Van benedenuit ga je het echt niet zien. Ik ben echt verhit daarom ik hier ben om te praten. Want ik ben niet tevreden met wat er gebeurt hier op Wageningen bij de IHBO. Ik heb mijn moeder al 3 keren gebracht bij de IHBO. Ze is ziek. Die vrouw kan niet eten, ze kan niet drinken. Of zodra ze eet, geeft ze over, alles over. En ze zeggen, doodleuk, iets met haar maag. Ze geven haar tabletten, ze sturen haar naar huis. Mijn moeder komt, we moeten haar weer brengen, want die vrouw kan niet meer. Wat moet er gebeuren? Ze moet toch automatisch opgenomen worden, maar er wordt niets gedaan. Gisteren heeft de dokter, huisdokter, ik heb haar weer gebracht, want ze kon niet meer. Heeft ze me gezegd van, breng haar naar Nikeri. Ik heb mijn initiatief genomen met mijn eigen vervoer om haar naar Nikeri te brengen. Ze hebben daar, want hier konden ze geen bloed weghalen bij de lab. En ze hebben haar in Nikeri gebracht, ik heb haar in Nikeri gebracht, ze hebben daar wel bloed kunnen weghalen. En dan hebben ze onderzoek in gedaan, ze zeggen van, haar maag heeft veel slijm. Naar longen heeft veel slijm. Maar dit komt alles door al die rook wat hier is op Wageningen. Maar dan moesten ze die vrouw toch opnemen. En die vrouw is niet eens opgenomen. Ze hebben haar weer naar huis gebracht. En kijk, mijn moeder. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de plaatselijke bevolking enkele aanbevelingen gegeven om de klachten als gevolg van de rook te helpen verminderen. Enkele hiervan zijn beperkte blootstelling aan de buitenlucht, niet sporten in open ruimte en voldoende hydratie hebben. De bezoekers geven aan dat zij deze aanbevelingen al maanden horen en het als hulpmiddel toch niet adequaat vinden, omdat dit geen manier van leven is. Hier een man taki dat je kan, waar je een vrouw ziet, maar waar je een vrouw ziet en go, waar je een vrouw ziet en go, je gaat tegen go scoren, right? People are roko. Je gaat pus pusi dagu skapu, waar je put them, je gaat pak them in je koffer, eh? Tell me now. So I don't understand how you go, where you gonna go, where you go Pakistani, where you go. Even if you go family one, today they don't want you all the time, and children must go school. You understand? So that is the problem. Het eerste omdat ik in het begin niet op Wageningen was vanwege een geval op in de stad, ben ik bijna 3 maanden in de stad, heb ik vertoefd in de stad. Maar nu dat ik ben gekomen, dan ben ik als aan die smeer en het is lastig. Ja, er is geen gehoor voor Wageningen. Naar het schijnt heeft niemand een open oor. Ik heb alles doorgegeven wat ik moest doen. Ik doe mijn uiterste best om ook met de VHP'ers met wie ik in contact ben. Maar ja, het gaat echt niet zo snel hoe wij het denken. Maar ik denk wel dat er een oplossing moet komen. In de buurt niet, want als die rook komt in de avonduren, moeten we weg. Waar gaan we slapen? Vliegveldbaan, waar Sky Farmers is, daar moeten we slapen. Want hoe ga ik weg? Want ik werk, mijn man werkt. We kunnen niet dat huis niet laten. Als we weggaan, dan vervoer alles is aan, dan hebben we ook niets meer. Want hier, wat dat betreft, wat gaan ze doen? Ze gaan stelen.
Ze gaan stelen.